Hoe dan? Je eerste 90 minuten denk ik voor Harkmaarse Boys, hè? Maar niet, niet de leukste 90 minuten om op terug te kijken. Nee, zeker. Ja, één keer ingevallen, 20 minuutjes. Dat ging goed, toen wonnen we ook. En nu 90 minuten basisdebuut in de competitie. Ja, sta je anders voor natuurlijk. Je wilt hier gewoon met 3 punten weggaan. Dan verstevig je je positie ook gewoon in de competitie. En nu ga je toch met een klote gevoel hier weg. Het begon nog zo mooi vandaag, want het eerste kwartier, ik dacht wat een leuke wedstrijd zo. Klopt, we kwamen op 2-0 voor, goede goals. Maar ik vond niet dat we op dat moment voetbalden we ook niet eens zo heel goed. Volgens mij na 18 minuten kwamen we 2-0 voor. Dan moet je het gewoon dicht houden, sowieso tot de rust. Dan moet je gewoon hopen dat je de 3-0 nog erbij maakt. Maar sowieso achterin moet je het gewoon dicht houden. En dat hebben we gewoon als team zijn er niet goed gedaan. Kun je een beetje aangeven waar dat dan ligt? Want je speelt bijvoorbeeld vandaag, jij op middenveld, Henny, Kevin. Allemaal aanvallend ingestelde jongens natuurlijk. En je zegt al, je moet het achterin dicht houden. Waar ligt dat dan aan dat het niet lukt? Ja, ik denk dat het veel met de omschakeling te maken had. Volgens mij 3 van de 4 die kwamen uit een aanval van ons, waaruit hun scoren. Dus ja, ik denk dat we gewoon bij de omschakeling beter moeten gaan staan en scherper moeten zijn. En ja, misschien gewoon eens een overtreding maken als ze eruit komen. En ja, gewoon 2-0, ja, met de rust moet je dat gewoon over de streep trekken. En dat hebben we niet goed gedaan. Nee, Doe is ook een goede ploeg natuurlijk, dus dat het niet makkelijk wordt is, weet je misschien ook wel. Maar ja, als je zegt wel, als je 2-0 voor staat, dan moet je dat vasthouden. Ja, het is zeker een goede ploeg, maar wij zijn ook gewoon een goede ploeg. En we stonden derde, niet voor niets. Dus we hadden hier zeker niet hoeven te verliezen. Hoe groot is die frustratie dan als je het eigenlijk weggeeft voor je gevoel? Ja, dat hoef ik niet uit te leggen denk ik. Het is heel groot. Ja, je kan er over zeggen wat je wil, maar we moeten gewoon volgende week goed analyseren. En dan op naar zaterdag. Ja, hoe doe je dat analyseren? Kijk je zelf of luister je naar wat de trainer zegt bijvoorbeeld maandag voor de training? Nee, vooral maandag voor de training hebben we het met z'n allen erover. En het zullen vast beelden zijn die we gaan bekijken. En dat kun je ook individueel bekijken. Dus dat doet iedereen op zijn eigen manier, denk ik. Je zei het al, je bent nieuw bij Harkmaarse Boys. Je bent dat aan de laterkant aangesloten. Hoe valt het ons toe? Ja, leuk. Leuk team. Voetballen goed. Ik denk dat we iets heel moois met dit team kunnen neerzetten. En ik ben zeker blij dat ik uiteindelijk hier ben aangesloten. Ken je een beetje? Je hebt een paar keer tegen je gespeeld, hè, toen je bij Jong Cambuur speelde. Nu een paar wedstrijden. Maar toch, voor de mensen die je nog niet zo goed kennen, wat voetballer ben je? Ik ben een middenvelder. Linkspoot. Ik heb de bal graag in mijn voeten. Spel maken, overzicht. Tussen de linies vrijkomen en vanuit daar mensen voor de goal zetten. Of kansen creëren. Ik ben een type die zelf niet heel veel scoort, maar wel pik af en toe mijn goaltje mee. En wat ik zeg, ik zet liever mensen voor de goal met een mooie pass. Hij stond vandaag vrij controlerend, hè? Is dat een beetje wat je past? Ja, bij mijn vorige club speelde ik daar ook. Op 6, vanuit daar in balbezit komen. Ja, vandaag ging dat niet heel veel de bal gehad. We gingen vrij snel een lange bal spelen. Maar goed, dan is het gewoon zaak om die tweede bal te winnen. Dat, volgens mij ging dat best aardig op een paar momenten daarna. Dus moet je ook gewoon in aanpassen. En dan volgende week de zaak achterin een beetje beter dicht houden met z'n allen dus. Ja, daar moeten we gewoon met z'n allen voor zorgen. En dan moeten we gewoon weer 3 punten pakken en dan kunnen we weer naar boven kijken.